En dan het Songfestival. Vanavond is de finale. Ons land ligt er alweer uit voor het 8e jaar op rij. Maar in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, daar is het natuurlijk gewoon feest. De Azerbeidzjanen organiseren het duurste Songfestival ooit. En dat kunnen ze doen omdat de regering van het land bulkt van het geld. Dankzij de olie. Het heeft miljoenen gekost, maar de boulevard langs de Kaspische Zee, de grote herinrichting van het centrum, werkelijk alles in Baku is piekfijn in orde. Totale kosten ruim een half miljard euro. En dat komt door de olie. Bedrijven als BP en Total slaan hier hun slag. Het zwarte goud komt letterlijk uit de grond geborreld. En deze econoom weet hoeveel dat oplevert. Каждый день азербайджанское правительство получает от нефти 60 миллионов долларов. Вы знаете, это каждый месяц около 2 миллиарда, каждый год около 24 миллиарда долларов. Geld genoeg dus om uit te geven aan songfestivals of allerlei andere megalomane projecten. President Ilham Aliyev besloot een paar maanden geleden bijvoorbeeld 4000 Londense taxis te kopen. En hij wil de hoogste toren ter wereld bouwen. 189 verdiepingen hoog en al in 2019 klaar. Al is het niet zeker dat de toren er daadwerkelijk komt. Я думаю, что это нереально, потому что это они хотят построить насчет частного бизнеса, но частный бизнес не имеет такой большой возможности в Азербайджане. De grote bouwprojecten zijn vooral interessant voor Aliyev zelf, ontdekte deze onderzoeksjournalisten. Just recently I realized while watching the videos of construction of Crystal Hall, I realized that Azenko is working there as well. Azenko is het grootste bouwbedrijf in Azerbeidzjan. En volgens Ismailova is het eigendom van de dochters van de president. Niemand weet precies hoe alle miljoenen worden uitgegeven. Whatever is being done, beautification, construction of this concert halls, stadiums and so, it's not for people in Azerbaijan. Want zelfs een enorme voorraad olie lost niet alle problemen op. Olaf Koens voor RTL Nieuws, Baku.